In de vorige video hebben we gezien dus dat banken met een hefboom werken. Zij beleggen dus met veel meer geld dan dat ze zelf hebben. En daardoor kunnen ze enorm veel winst maken, maar ze kunnen ook heel veel verlies maken en hun eigen kapitaal direct wegvegen. Eens dat je dat weet, dan weet je dat banken geen ernstige bedrijven zijn. Banken zijn niet meer dan speculators die met een hefboom werken van op zijn minst 10. En als je iemand kent in je familie die dus speculeert op die manier, dan mocht je vragen aan die persoon, is dat riskant? En dan zal die persoon zeggen, ja zeker, dat is riskant. Er is veel te verdienen, maar je bent ook zeer snel je kapitaal kwijt. Dus je moet zeer goed opletten. Ja. Heel veel speculators bijvoorbeeld gebruiken een hefboom als ze speculeren op grondstoffen. He, want je kunt in de grondstoffenmarkt ook eigenlijk voor een contract innemen, een weddenschap aangaan. En je moet maar 10% of misschien zelfs maar 5% van het eigen kapitaal leggen. Maar je hebt wel een belegging die veel groter is. En als je dus een beetje winst hebt in die belegging, gaat je eigen kapitaal snel verdubbelen en verdriedubbelen. En gaat dus veel winst hebben. Maar omgekeerd ook, omdat je met veel meer belegt en dat daalt een beetje, heb je eigen kapitaal al direct kwijt. He, dus dat is mijn hefboom beleggen, heel riskant. Nu, onze banken die doen dat dus met al de spaarders hun geld. En dat is natuurlijk ongehoord. Maar dat is wel het systeem van bankieren. Zo werken banken. En dat is de grote fraude. Iets dat ontoelaatbaar is. En hoe is dat te veranderen? Wel, dat is zeer eenvoudig. De wet moet bepalen dat een bank 100% reserve moet hebben en niet 10% in eigen kapitaal. Want als de bank 100% eigen kapitaal heeft, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ja. Want als de bank dan bijvoorbeeld al het geld, bijvoorbeeld Dexia, heeft 1000 miljard euro. Goed, als ze met 1000 miljard euro spelen en dus leningen doen, en een lening is een belegging, je kunt dat volledig verliezen, dat geld. Je kunt er ook veel winst mee maken, maar het blijft een belegging. Als Dexia met 1000 miljard wilt spelen, met 1000 miljard van de spaarders, wel, dan moeten ze ook een eigen kapitaal hebben van 1000 miljard. En dan is er geen vuiltje aan de lucht. Want als Dexia dan opeens de helft verliest en dus een gat heeft van 500 miljard euro, dat is geen probleem. Die spaarders zijn hun geld niet kwijt, want Dexia heeft ook een eigen kapitaal en kan dat zonder probleem betalen. Nu natuurlijk, de mensen die bij Dexia werken, of de bankiers, zullen nu zeggen, ja maar Dexia kan nooit een eigen kapitaal hebben van 1000 miljard. Wel, als dat zo is, dan moet Dexia ook niet spelen met een kapitaal van de spaarders met van 1000 miljard. Dus, dat is maar logisch. Dus 100% kapitaalreserve is de enigste wet die gesteld moet worden om ervoor te zorgen dat banken geen casino's zijn. En dat is een zeer redelijke eis. Want de bank zegt tegen elke spaarder dat die spaarder op elk moment zijn geld mag ophalen. Maar de bank heeft maar 10% reserve. En dat is zelfs geen, dat is eigen kapitaal. Hè? Maar 10%. Hoe kan de bank nu beweren dat elke spaarder zijn geld op elk moment kan ophalen, als de bank maar 10% eigenlijk heeft van dat geld? Dat is een leugen. En niemand mag dat, zo'n leugen verkopen. Alleen de banken. En waarom? Dat is zo gegroeid. Eigenlijk komt dat vanuit eigenlijk een wil bij bankiers om dat te kunnen, maar ook een wil bij politiekers en het volk. Want het is zo dat het eigenlijk een heel leuk, heel goed is in tijden van welvaart. In tijden van welvaart is dat zeer interessant. Want de bank maakt de spaarder wijs dat hij op elk moment zijn geld kan ophalen. En daardoor zijn spaarders bereid van dat geld gemakkelijk te geven aan de bank. Want moest de bank eerlijk zijn en zeggen van kijk, uw geld, ik ga dat uitlenen aan een die een huis gaat kopen en dat heb je pas binnen 20 jaar eigenlijk terug, dan zal de spaarder dat geld niet geven. Dus het is belangrijk
dat je eigenlijk de spaarder wijs maakt dat hij zijn geld elk moment kan teruggeven. Op die manier kun je eigenlijk veel meer geld krijgen als bankier. En wat is het voordeel daarvan? Voor de politieker en voor het volk. Het voordeel daarvan is dat er veel meer geld beschikbaar is. En dat de bank veel meer geld dus kan uitlenen, want ze hebben veel meer gekregen van de spaarders. En daardoor worden leningen goedkoop. En dat vinden bedrijven heel leuk. Want bedrijven kunnen dat goedkoop lenen. En kunnen veel projecten ondernemen. En moeten eigenlijk weinig winst maken om toch de lening rendabel te maken. En de politiekers vinden dat ook leuk, want de economie groeit en zij krijgen de eer. Het is dankzij hun beleid dat ze de economie groeit. Dus de politiek staat daarachter dat de bankier die fraude mag doen. En, maar dat is ook de bron van ellende. Want als dan de tijd keert en opeens blijken al die beleggingen enorme verliezen te worden, ja, dan gaan die banken allemaal failliet. En dat is in serie dat ze dan failliet gaan. Want als dat bij één bank is, is dat bij die andere banken ook zo. Dus, voilà, 100% kapitaalreserve is een heel eenvoudige wet die het eerlijk maakt naar de spaarders toe. Ze kunnen wel degelijk alles ophalen dan, en de bank heeft ook daar reserve. En het is ook ja, een gezond beleid om ervoor te zorgen dat de bank altijd de spaarder kan uitbetalen en dat hij altijd de verliezen die dat hij maakt ook zelf kan betalen.